Vandaag gaan we een lekker stukje kabeljauwrug, die gaan we pocheren. Ja, pocheren is eigenlijk koken onder het kookpunt. Ik zet hem in die oven en dan stel ik mijn oven in op stomen. En we zetten de temperatuur op 80 graden in plaats van 100 graden. Tijd heeft hij ongeveer 8 minuten nodig. En dan druk ik op start. Die prachtige stuk kabeljauw die gaat garen tot de perfectie. En dan heb je een heerlijke, sappige stukje kabeljauw. Ik krijg weer trek.